Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Dag dames en heren, welkom bij Traject. Mijn naam is Stuart Kenshuis en dit is alweer de 8e aflevering in een serie van 20 delen over het koloniaal en slavernijverleden van Nederland. De Indonesische onafhankelijkheid. Hoe is die tot stand gekomen en waarom gebruikte de Nederlandse regering de term politionele actie in plaats van oorlog? Over deze en andere vragen ga ik praten met Marjolein van Pagé. Historicus, schrijver van het boek Banda, de genocide door Jan Pieterszoon Koen. En natuurlijk ook de oprichter van de website en de stichting Historie Bersama. Een plek om te reflecteren over het koloniaal verleden. Marjolein van Pagé, welkom in de uitzending. Laat ik maar met de eerste vraag beginnen, iets wat mij erg interesseert. Over die twee personen, die twee mannen, eigenlijk de leiders van de Indonesische onafhankelijkheid. Ik heb het natuurlijk over Sukarno en Hatta. Maar wat waren hun drijfveren? Was er sprake van haat? Wilden ze alleen maar vrij zijn? Kan je hierop reflecteren, alsjeblieft? Haat denk ik niet. Tenminste, nee. Dat was niet de drijfveer. Ze zijn natuurlijk wel vaak afgeschilderd alsof het een soort... of de Indonesiërs in het algemeen. Er is ontzettend veel negativiteit en negatieve framing geweest in die tijd. Ja. Door Nederland. Veel propaganda. Maar hun drijfveer was natuurlijk een onafhankelijke staat zonder Nederland. En dat was niet zomaar, kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Alleen al niet, omdat er dus al 350 jaar lang Nederland daar de bezetter was. En daar in al die eeuwen ook altijd verzet is geweest. En ja, zij vormen eigenlijk de generatie die al voor die Tweede Wereldoorlog zich in verenigingen, in groepen hadden verenigd en spraken en nadachten over de onafhankelijkheid. Ja. En het misschien bijzonder om te vertellen is dat dus Sukarno en Hatta wel een soort een zetje in de rug nodig hadden om het ook echt op die 17 augustus te doen. Ja. Indonesië had 2 jaar te maken gehad met een andere bezetter, de Japanners. En die hadden in 15 augustus na die atoombom gecapituleerd. En toen zijn er dus een aantal jongeren die zijn naar Sukarno en Hatta gegaan en hebben hen eigenlijk ontvoerd, zou je kunnen zeggen. En die hebben hem toen aangedrongen van je moet het echt nu doen. Ja. En dat hebben ze ook gedaan. Dus ze hebben wel geluisterd naar die jongere generatie. Ja, je hebt het over de Permudas. Dat is het Indonesische woord voor jongeren. Maar als ik het heb over die drijfveren, dan zoek ik eigenlijk ook meer naar iets wat er in de geschiedenis, die lijn in de geschiedenis van onderdrukking, minachting van de inlandse bevolking, zouden ze daar een soort inspiratie uitgehaald kunnen hebben om toch te gaan voor die onafhankelijkheid? Ja, ik denk dat, Sukarno en Hatta zelf waren van een hele, zeg maar niet de gewone man. Dus zeg maar, ze waren niet boeren of zo. Ze waren dus een heel klein groepje opgeleide, vrij hoog opgeleide Indonesiërs. Ja. Dus je moet je voorstellen dat de meeste mensen kregen geen scholing onder het Nederlandse systeem. Dus er was een heel, ik denk maar, geloof ik, 6% kon lezen en schrijven in, zeg maar, het Nederlandse taal of hun eigen taal. Ja. Maar die enorme massa kreeg dat dus niet. Dus er wordt natuurlijk altijd in Nederland gedaan alsof we daar zoveel scholen hebben opgericht. Nou, dat is gewoon echt volslagen onzin, dat is niet waar. Ja. Maar goed, Sukarno en Hatta en natuurlijk anderen met hen uit die generatie, een klein groepje, die had dus de kans gehad om in ieder geval te studeren. Ja. Maar die hebben natuurlijk wel heel erg die, door de manier waarop ze zich waarop ze vergaderden en contact probeerden te houden met, zeg maar, die grote massa die ze zich achter zich voelden. Ja. En die dus natuurlijk daar, een groot deel daarvan was natuurlijk klaar met Nederland. En, en had zoiets van, het heeft lang genoeg geduurd. Hey, hebben de Japanners daar enige invloed op gehad? Ik bedoel, hebben die daar op enige manier steun verleend om die Nederlanders definitief uit Indonesië te krijgen? Hoe moet ik dat zien? Ja en nee. Want enerzijds kwam eigenlijk Japan. Het is een hele belangrijke periode. Dus het is absoluut een, denk ik, katalysator geweest die die periode daarna inluidde. Omdat Japan anti-imperialistisch, anti-westers imperialistisch was. Ze waren natuurlijk zelf imperialistisch, gingen zelf gebieden veroveren.
En zij stelde zichzelf voor als, we gaan jullie als een soort, toch een hogere hiërarchie dan de Indonesiërs zelf. Maar ze waren wel anti-westers, dus dat heeft natuurlijk, voeden ze dat wel. Ja. Maar zij wilden bijvoorbeeld niet dat Indonesië daadwerkelijk onafhankelijk, of tenminste, daar waren ze heel huiverig voor. Dus, waarom? Omdat zij zelf de baas wilden zijn. Dus zij waren niet, zij gunden Indonesië niet die daadwerkelijke onafhankelijkheid die Indonesiërs natuurlijk wilden. Ja, je had natuurlijk ook kunnen stellen dat ze gewoon een stroomman aanstellen die pro-Japan was. En dan was het zaakje toch gefixt. Zeg je met simpele bewoordingen. Dus je ziet ook dat in het begin van die Japanse bezetting dat Indonesiërs ook daadwerkelijk enthousiast waren van. Het is onvoorstelbaar. Ze hebben natuurlijk eeuwen, zaten die witte toppelaar, liep daar in die witte pakken met die witte hoeden de dienst uit te maken. Ja. En in één heel kort moment slaagden die Japanners erin. Hè? Eigenlijk, zij stelden zich voor als broeders, een broedervolk van de Indonesiërs. Die slaagden erin om die witte mensen in kampen, dat is natuurlijk geleidelijk gegaan, maar om ze uiteindelijk dus op te sluiten. En die verdwenen van het straatbeeld. En dat was zo ingrijpend. Ja. Dus in die zin was het begin van de Japanse bezetting ook voor Indonesiërs echt een gevoel van, wow, wat gebeurt er nu? Een gevoel van bevrijding wellicht. Alleen toen ontpopte die Japanner zich toch echt als een bezetter. En dat is heel gruwelijk geweest. Dus er zijn ook ontzettend miljoenen mensen gestorven in Indonesië zelf. Vaak ook door wanbeleid, weet je wel, dat er gewoon niet genoeg voedsel was, dat er hongersnoden ontstonden. Maar ook door dat gewone Indonesiërs heel hard moesten werken voor Japanners. Ja. En als een soort slaven ook heel hard moesten. Ja, we hebben het natuurlijk over die Nederlandse koloniale geschiedenis, over Japan zullen we het hoe ze huis hebben gehouden in Indonesië zullen we het een andere keer wellicht over hebben. Maar als we kijken naar die geschiedenis, er zijn een aantal gruwelijkheden begaan. Jij hebt zelf een boek geschreven over Banda, de genocide van Jan Pieter Schoen. Kan je daar iets over vertellen? Want ik kan me dus iets bij voorstellen dat het ook een drijfveer is geweest om van die Nederlanders af te komen. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik vind inderdaad dat je niet de geschiedenis van de onafhankelijkheidsoorlog 1945-49... dat je die op zichzelf kunt bekijken. Ja. Ook niet door alleen de Japanse bezetting mee te nemen. Nee, je moet echt die 350 jaar daarvoor meenemen om de uitingen, om ook de sociale verhoudingen te kunnen begrijpen. Want Nederland had daar in de loop van de eeuwen ook een apartheidsregime opgericht. Dus echt het woord is eigenlijk pas later is het natuurlijk gebruikt in Zuid-Afrika. Maar het idee van dus een drie wetboeken hebben met drie verschillende, het is ongelooflijk, dat was daar. En dat begon natuurlijk niet meteen. Dus je met Jan Pieter Schoen, dan hebben we het echt over begin 1600. Ja. De VOC is in 1602 opgericht. De allereerste schepen zijn eind 1500 in Indonesië aangekomen, de Nederlandse schepen dan. Ja. En dat was een hele lange periode dus, waar ook altijd verzet is geweest door al die verschillende volken. Want, ja, kan je een aantal voorbeelden geven van het verzet misschien? Ja, dat is eigenlijk, het is gewoon een rode lijn. Dus ja. je zou kunnen zeggen dat er zijn ook altijd, ik denk overal waar een bezetter komt, zijn er ook altijd verraders. Er zijn ook altijd mensen die voor korte termijn winst denken, nou, dan ga ik maar toch maar binden. Ga ik me toch mijn ziel verkopen aan die nieuwkomer, aan die bezetter. Ja. Maar je hebt ook echt altijd verzet gehad. En, heel bijzonder. Uiteraard, maar misschien ga je daar nu naartoe, maar ik wilde echt specifiek naar één of twee momenten. Voorbeeld. Ja, voorbeelden. Ja. Je hebt dus de Aceh-oorlog, misschien is dat een goed voorbeeld, maar ook de Java-oorlog. De Aceh-oorlog, dan hebben we het dus over eind 1800, 1900. Dat was eigenlijk een gebied, een beetje zo, het is Sumatra, maar dan Noordwest-Sumatra, zeg maar, echt het uiterste puntje. En een hele grote provincie, maar daar probeerde Nederland heel lang om daar ook, zeg maar, die bezetting te realiseren. En daar is, het is ontzettend fanatiek verzet gepleegd. Het was ook een sultanaat, dus het was ze hadden zich goed bewapend en ze wisten zich goed te weren. Ja. En dat werd zo'n lange, dat is wel 40 jaar lang, heeft het zich voortgesleept. En er zijn heel veel, ook vrouwen trouwens, die soms verzetleiders waren. En tegen die koloniale leger
tekeer gingen of zich teweerstelden. Oké, dat is één voorbeeld. Heb je nog een ander voorbeeld? Wellicht? Een ander voorbeeld is dus de Java-oorlog. Dat was dus meer op het eiland Java dat speelde. En ook daar is ontzettend veel verzet gepleegd. En een hele belangrijke naam daarin is Diponegoro. Ja. Dus dat is voor Indonesiërs echt een, nog een held, een hele bekende naam. Ja. Die misschien voor ons zoiets als Willem van Oranje of zo, maar echt een hele grote naam. Die, Er is altijd verzet geweest, ook in die koloniale periode. Dat is wat je zegt. Men zegt dat toen de Hollanders na 1945 opnieuw het gezag wilden herstellen, dat er vooral verzet kwam vanuit Java en Sumatra. Klopt dat? Ik snap dat beeld is ontstaan omdat natuurlijk Java, met name Java is het nog steeds, daar zat ook het regeringscentrum, dat zit er nog steeds. Dus het is het meest dichtbevolkte eiland van het hele gebied. Dus daar gebeurde ook meer logischerwijs. Ja. Alleen, we moeten niet vergeten dat ook in andere eilanden, zeker ook Sumatra, maar ook bijvoorbeeld Sulawesi, Zuid-Sulawesi, daar is het van die bekende kapitein Westerling. Hè, Raymond Westerling, ja. Raymond Westerling heeft daar verschrikkelijke oorlogsmisdaden begaan. Ja, dat heeft hij zelf toegegeven overigens op de televisie, dus dat zou kunnen. Ja, ga je gang. Maar ik ben daar zelf nooit geweest, maar ik werk heel nauw samen met een Indonesische stichting hier in Nederland, het Comité Nederlandse Ereschulden, ja. De KUKB van Jeffrey Pondaag. En die hebben daar dus ook op een gegeven moment weduwen uit Zuid-Sulawesi, zeg maar, vertegenwoordigd in rechtszaken tegen de Nederlandse staat. Ja. En dan lees je, of net een verdiepje dus in die, wat daar allemaal gebeurd is. En dan hoor je ook van mensen die daar verzet pleegden en wat daar, dat er dus ook een hele verzetsbeweging actief was. Ja. Die Nederland natuurlijk afschilderde als rampokkers, als moordenaars, terroristen, als terroristen enzovoort. Ja. Ja, maar het is dus niet zo dat de Javanen en de Sumatrezen heldhaftiger waren dan de anderen. Geloof ik. Ik denk dat op al die eilanden zijn er helden te vinden. En ook Bali bijvoorbeeld, het vakantieeiland. Mensen vergeten dat daar dat de onafhankelijkheidsoorlog daar ook net zo heftig was. Ja, oké. Okay. Van wie hadden Sukarno en Hatta steun internationaal gezien? Stonden de geallieerden, met name Amerika, et cetera, achter? Hoe moet ik dat zien? Nee, de geallieerden, dus dat is natuurlijk ook zo'n, eigenlijk waren dat dus de kolonialen, zou je kunnen zeggen. De Engelsen, de Amerikanen, zijn ook Europeanen die daar zijn verder gegaan. Die steunden elkaar. Dus je ziet dan wel dat er op een gegeven moment gingen zij Nederland een beetje berispen van we moeten het anders doen. Maar in het begin, mijn opa was dus zo'n militair die vanuit Zeeland opgeroepen werd voor zijn nummer. En die is daarheen gegaan. Maar wat droeg mijn opa voor uniform? Er staat The Netherlands. Het is een Amerikaans uniform. Ja. Amerikaanse wapens. Dus zeker in die eerste jaren, eigenlijk voorafgaand aan de communistenopstand in 1948, dus tot die tijd, waren de Verenigde Staten, Engeland, die hielpen Nederland. Ja, maar er wordt gezegd dat om dat machtsvacuüm te voorkomen, chaos te voorkomen, dat de Engelsen toen de tijd vlak na de proclamatie in 1945, 17 augustus 1945, zijn binnengetrokken met Engelse troepen. Maar dat die eigenlijk nogal neutraal waren. Hoe kijk jij daarnaar? Ik geloof dat dus niet. Want ik vind het woord machtsvacuüm al onzin. Want dan zeg je dus eigenlijk dat die Indonesische Republiek, die dus vanaf 17 augustus bestaat, dat die niet zijn eigen bootjes kon doppen. Dat die niet in staat zou zijn geweest. Dat moet een gedachte zijn geweest vanuit internationaal westers perspectief dan bekeken. Ja, dat dachten ze natuurlijk. Ze namen dat ook niet serieus. Ik bedoel, Nederlanders dachten ook van dat waait wel over. En ze dachten ook, maar die Britten dus ik moet vertellen, toen ik voor het eerst, ik ben 2010 voor het eerst in Indonesië, naar Indonesië gegaan. Mijn opa was actief geweest op Oost-Java, Surabaya, dus ik ben daarheen gegaan met het idee, ik wil meer horen over die oorlog, waar mijn opa aan die foute kant stond. En toen kreeg ik dus steeds maar verhalen te horen over Britten. Ja. En ik begreep dat eerst niet. Maar toen ging ik natuurlijk verder zoeken. Dus die voor de mensen in Surabaya, dat is de tweede grote stad van Indonesië, Oost-Java, die
hebben hun eerste, zeg maar dat verzet, zij hebben zich verzet tegen die komst van die Britten in hun stad. Want voor hun, zij zagen dus, ja, zij zagen wel dat die Britten ook een soort knil hadden met strijders uit India. Maar ze zagen wel, dit zijn broeders van elkaar. Hè? Dus voor hun was het verschil Engelsen en Nederlanders, dat was niet hetzelfde. En zij dachten, die Britten die komen om die Nederlanders te helpen. En dat is ook gebleken, want met die troepen mee kwam dus de NICA, dat was een organisatie, de Netherlands Indies Civil Administration of zoiets, die dus ja echt weer dat oude koloniale regime gingen optuigen. Terwijl er dus ook in Surabaya hadden ze al een organisatie, de regering was al opgezet. Je had een Indonesische burgemeester van de stad, je had een politiemacht. Ze hadden al dingen in gang gezet, ze waren bezig zich te vestigen als serieus dus land. Dus van een machtsvacuüm was vanuit Indonesisch perspectief geen sprake. Exact. Ja. Oké, okay. Je hebt het daarnet al aangesneden over die verschillende lagen in die maatschappij. Je hebt het over drie wetsboeken wellicht gehad. Kan je daar iets meer duiding aan geven? Hoe ging dat in Indonesië? Hoe was dat apartheidsregime eigenlijk, zo, als ik dat woord mag gebruiken? Hoe vond het zich dan? Ja, wat ik heel opvallend vond, dat ik ben daar nu dus in, ja, bijna, ik ben daar toch al meer dan 13 jaar mee bezig, en dat heel lang mij dit ook niet duidelijk was. Dus dit stukje, het apartheidsregime, ja, hoe dat werkte, wordt 9 van de 10 keer overgeslagen. In heel veel boeken wordt het niet eens genoemd dat het was. Ga erop in, alsjeblieft. Dus ik wil jullie ook graag delen wat ik op een gegeven moment ontdekte. En dat is dus, of ja, ik heb dat niet ontdekt, maar ik sprak gewoon met mensen. Bijvoorbeeld met mevrouw Patipiloi. Francesca Patipiloi is een Indonesische vrouw die in Amsterdam terechtgekomen is. Ze is nu bijna 97 jaar oud, heel oud. Maar zij heeft dat meegemaakt, dat zij. Ja. Zij was dus een... Je had dus drie lagen en zij hoorden dus bij de Indonesische onderste laag, die dus niet die rechten hadden die die toplaag had. Zij was wel, zeg je dat, ze was opgegroeid in een rijke familie. Zij ging met haar vriendinnetjes naar het zwembad. Die vriendinnetjes, ja, die dus de status Nederlands-Indisch hadden, mochten naar binnen. Deze mevrouw, toen als jong meisje, mocht niet naar binnen. Ja, Even voor de helderheid, je geeft nu een voorbeeld, maar ik wil graag van jou, en ook voor de luisteraar, denk ik, dan is het verhaal wat helderder, die drie lagen van jou horen. Ja. Wat waren die drie lagen, alsjeblieft? Ja, dus ik zal inderdaad, moeten we dat misschien wat duidelijk zeggen. Het is eerst de bovenste laag, ja, dat zal je niet verbazen, dat waren de Europeanen. Ja. Niet alleen de witte mensen, dus dat zal ik zo uitleggen. Dus dat maakt het een beetje uitzonderlijk, maar... In ieder geval Europees. De middenlaag, daarin zaten mensen Chinezen, mensen met Arabische achtergrond of mensen met Indiase achtergrond. Dus ja, dat wordt een beetje de midden tussenlaag. En daaronder, de grootste massa, waren dus al die Indonesische volken. Want Indonesië is natuurlijk niet een etniciteit. Het is een verzamelnaam van ontzettend veel verschillende etniciteiten. En die werden dus allemaal als inlander... aangeduid. Ja, en wat betekende dat, die drie lagen? Wat betekent dat in het maatschappelijk leven? Als ik naar school ga, als ik een baan zoek of wat dan ook? Ja, kan je dat ook uitleggen? Dus Nederland, wat ik net al zei, er was gewoon voor die grootste, de eigenlijke bewoners, de originele bewoners van die archipel, werd dus nauwelijks onderwijs gereed, bijna eigenlijk niet. Dus op een gegeven moment zijn ze wel wat gaan doen, maar dat is echt een druppel op de gloeiende plaat geweest. Dus die kregen bijvoorbeeld al geen onderwijs. Nou ja, als je dan geen onderwijs krijgt en je moet dus keihard werken op je land om je klein beetje eten te... Hoe ga je ooit opklimmen? Dus dat betekende daadwerkelijk dat je niet doorheen kon breken. Dat je nooit iets in succes zou kunnen hebben. Oké, geen onderwijs. En wat was er nog meer? Wat was nog meer het gevolg van aan die onderkant van de maatschappij? Ja, en dus het keiharde racisme van ergens niet naar binnen mogen. Of als je al bijvoorbeeld... Er waren aparte toiletten bijvoorbeeld. Dus zelfs als je bijvoorbeeld een baantje had als een schoonmaker bijvoorbeeld in zo'n overheidsgebouw, in zo'n gebouw van dat regime, dan mocht jij misschien wel daar je werk doen, maar dan moest je niet het in je hoofd halen om naar dezelfde toilet te gaan als de Europese meneer. Ja, maar dan verbaas ik me toch even over hoe konden dan Sukarno en Hatta dan boven komen drijven? Die hadden onderwijsgenoten, zeg je. Tot welke laag behoorden zij?
Dat is een hele goeie. Ja, dat, zij worden dus... Dus daar is op een gegeven moment natuurlijk kritiek ook gekomen. Dat is misschien interessant om uit te leggen dat vanaf de begin 1900... kreeg je een beetje twee stromingen binnen, dus onder die kolonialen. Die waren natuurlijk ook niet altijd met elkaar eens. Dat is een beetje zoals je nu links en rechts hebt. En dan zeg maar, wat toen had je de, ik noem dat een beetje de diehard kolonialen, die gewoon zeiden, het maakt ons niet uit, we zijn hier, we buiten die mensen uit en het maakt ons niet uit hoe dan ook. Dat moeten we gewoon doen. Maar je had ook een andere stroming die opkwam, dat waren een beetje die noemden zich de ethicus, de ethische. En dat is later bekend geworden onder de ethische politiek, waarbij dus dat koloniale regime zei, oké, wij zijn hier, we hebben hier heel veel weggehaald, maar we moeten ook iets terug doen voor die bevolking. Dus ja. Ze gingen niet zeggen, wij moeten weg natuurlijk, nee, ze gingen dus eigenlijk zo die good colonist, de goede bezetter uithangen van... En toen hebben ze dus wel wat gedaan qua schooltjes opzetten, iets gedaan, maar het is dus echt ja, heel weinig. En een aantal hebben daar dus op die manier toch iets van onderwijs kunnen genoten. Maar dan waren zij dus vaak de enige Indonesiër in een klas met... Ja. Ja, wel soms wat Chinezen of Arabieren, maar niet met nog meer Indonesiërs. Oké, helder. Verschillende lagen in die Indonesische samenleving en de inlanders die waren aan... op de laagste treden. Laat ik het daar even op houden. Marjolein, die eerste politionele actie, die was op 21 juni 1947, geloof ik. Waarom heeft de Nederlandse regering daartoe besloten om militairen daar naartoe te sturen en het gezag te herstellen? Ja, ze waren er al, dus het was niet die actie is zeg maar een groot offensief geweest, maar ze waren al bezig. Dus je ziet dat ze vanaf... Dus eerst had je die Britten, die dus in 1945, dat noemen ze dan bruggenhoofden maakten, dus in die grootste havenplaatsen zoals Jakarta, maar ook Palembang op Sumatra, in Surabaya... zorgden de Britten ervoor dat die Nederlandse troepen dan daar vanaf begin 46 konden komen. Ja. En vervolgens zijn die Britten dus vertrokken en namen die Nederlandse troepen dat over. Maar toen realiseerden ze zich dat natuurlijk het verzet zodanig zo groot was dat ze dat niet gingen redden. Dus toen hebben ze dus de wet aangepast in Nederland dat die dienstplichtigen uitgezonden mochten worden naar ver weg. Want dat mocht Je hebt het over Nederlandse dienstplichtigen die uitgezonden mochten worden naar Indonesië. En ja. Dus in die politionele acties terechtkwamen. Ze hebben dus die grondwet moeten veranderen om dat te kunnen doen. En toen hebben ze dat dus in gang gezet. Dus je ziet dat de dienstplichtigen... Eerst had je vrijwilligers die natuurlijk gingen, dus dan werd het al wat meer. En vervolgens hebben ze dus gewoon hele zendingen, jonge gasten uit Nederland, naar daar gestuurd. En die hebben al allerlei actietjes gedaan, totdat dus toen ze zeiden, nu gaan we een grote actie doen. En dat was die wat zij dan later noemden, die eerste politionele actie. Ja. En misschien goed om te weten is dat die... In de Tweede Kamer werd eerst niet gesproken over politionele actie, maar ook over militaire actie. Ja. En toen had je de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Ilko van Kleffens. Ja. Nou, die dacht, maar wij zeggen toch eigenlijk dat dat ons land is? Die zei toen, dus toen corrigeerden ze elkaar van, dan gaan we dat politioneel optreden noemen. Want dat is dan eigenlijk, komt meer overeen met hoe wij zeggen, hoe wij het zien. Ja. En toen zijn ze het allemaal gaan aanpassen. En vanaf toen zijn ze dus dat woord politioneel gaan gebruiken. Dus het woord politioneel, dat was eigenlijk een verbloeming van de werkelijkheid. Het was een regelrechte oorlog, dat haal ik uit je woorden. Maar men wilde dat verbloemen op een of andere manier en men gebruikte het woord politioneel. Ja. Is dat de verklaring? Tegelijkertijd van een vraag die ik later zou stellen. Okay. Ja. Oké. Maar wie waren daarvoor verantwoordelijk tijdens welke kabinetten waren dat? Bill en Drees zijn echt de kabinetten geweest die... Die daar echt toestemming voor hebben gegeven, die de opdracht hebben gegeven in die periode. Oké. En die tweede politionele actie, wat was daar de reden toe? Want het gezag was toch min of meer hersteld, zou je kunnen zeggen? Nee, want dat lukte dus niet. Dus die eerste actie hebben ze ook trouwens heel doelbewust actieproduct genoemd. Wat dus als doel had om al die fabrieken weer aan het werk te krijgen. Ja. Dus dat ging heel. We moesten natuurlijk weer geld komen. En toen hebben ze natuurlijk wel wat gebied, opnieuw kunnen bezetten.
Op Java, ook op andere gebieden. Maar toen, ja, het verzet was natuurlijk toch wel zo serieus dat ze dat. Het lukte hen niet om verder te komen. En toen hebben ze dus opnieuw nog een grote actie gedaan. Omdat weer met geweld. Toen hebben ze ook Sukarno gevangen genomen in Yogyakarta. Ja. Die was dus die Indonesische regering. Die was inmiddels al uit de hoofdstad Jakarta verdreven naar Midden-Java, naar Yogyakarta. En tijdens die tweede actie hebben ze een grote aanval ook, of een beetje, volgens mij rondom maart 1949, hebben ze toen ook Yogyakarta helemaal bezet. En toen werd ook Sukarno gevangen genomen. Ja, dat soort dingen. Ja, oké. Iets wat me bezighoudt, want op 17 augustus is die onafhankelijkheid dus eigenlijk uitgesproken door Sukarno. Nederland die heeft zijn strijd eigenlijk opgegeven rond 1949, ik dacht ergens in december, 27 december of zo, onder internationale druk, met name van Amerika. Maar die erkenning van 17 augustus 1945, dat heeft lange tijd, is dat een worsteling geweest voor Nederland. Klopt dat? Tot op de dag van vandaag, ja. Nou ja, tot de dag van vandaag. Ben Bot, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft toch min of meer erkend. Nee? Ga daarop in, natuurlijk. Ja, dat is inderdaad, dat hebben ze heel slim, weer een slimme actie geweest. Want heel veel mensen, zelfs in Indonesië, zijn er mensen die dat denken, dat hij dat gedaan heeft. Maar wat blijkt nou? Hij heeft helemaal niks gedaan. Hij heeft het alleen, dat noemen ze dan de jure en de facto. Je hebt het over Ben Bot, ja. De ex-minister van Buitenlandse Zaken. Die in 2005 als eerste vertegenwoordiger van de Nederlandse regering naar Indonesië afreisde om aanwezig te zijn op de onafhankelijkheidsdag. Ja. Hij heeft toen een speech gehouden. Maar het is allemaal zo sneaky, hè? Dat is zo doordacht. Hij heeft niet... het was een soort de facto erkenning. Maar of aanvaarding zelfs, dus dat is ook nog... Ze gebruiken heel slim woorden. Dus het is een de facto aanvaarding geweest van het feit dat Indonesië zich in 1945 onafhankelijk had verklaard. Maar het was geen juridische erkenning. Dat is iets heel anders. Dan zou de wet moeten worden aangepast en dan zouden Indonesiërs dus tussen vanaf 1945 erkend moeten worden als zijnde Indonesiërs met een Indonesisch paspoort. En dat doen ze niet. Dus jij stelt dat die erkenning van die Indonesische onafhankelijkheid van 17 augustus 1945 nooit is gebeurd? Ook niet naar de uitspraken en min of meer de excuses van Ben Bot. En ook niet naar de excuses van koning Willem-Alexander. Want die is in 2020 daar naartoe geweest en heeft zijn excuses uitgesproken. Maar alleen maar voor... Dus daarom zei ik, dus heel die overheid is nog steeds heel geniepig bezig eigenlijk. Want die excuses van die koning heeft hij gedaan voor... buitensporig geweld, ofwel extreem geweld. Dat is de term die ze gebruiken en die is heel slim gekozen. Wat bedoelen ze daarmee? Ook historici doen daar aan mee. Ze bedoelen daarmee het geweld dat niet door de beugel kon. Ze bedoelen geweld dat... dus dan moet je je voorstellen, als er geen militaire noodzaak was... en een militaire groep zou Indonesiërs gevangen nemen en hun standrechtelijk executeren, dan zeggen ze, ja, dat mag niet. Maar dus die bezetting op zich vinden ze oké. Ja. Dus de koning heeft absoluut geen excuses aangeboden voor het feit dat Nederland daar een aanvalsoorlog voerde en dat we daar überhaupt niet hoorden te zijn. Ja, maar bestaan daar niet verschillende visies op? Is jouw visie de... Nee, dat is verschillend. Ik geloof niet dat ik nu iets zeg waar iemand van... Dit zijn feiten, die kan je gewoon... Ja? Die speech zegt hij ook daadwerkelijk buitensporig geweld. En ook als je er is natuurlijk rond die tijd een heel groot... vanaf 2017 tot vorig jaar februari is er een heel groot onderzoek geweest... die 45, 49. En dat onderzoek, als je die boeken leest, dan zie je ook dat, hoe ze dat uitleggen. En dit is hoe ze dat zelf uitleggen. Extreem geweld zijn dus zaken waarvan zij zeggen, ja, dat was gewoon te erg. Maar het interessante is dat zij niet uitleggen wat ze dan bedoelen, wat niet extreem geweld bedoelen. Ja, ze gaan alleen de ergste gevallen als marteling, en die gaan ze bestuderen.
Maar eigenlijk, ik leg die excuses van die koning zo uit dat hij eigenlijk gezegd heeft: sorry Indonesiërs, we hadden het wat minder gewelddadig moeten doen. Ja. Maar niet, we hadden het helemaal niet moeten doen. Ja, dat zegt hij niet. Dus jij brengt een nuance aan als het gaat om die excuses en ook de uitspraken van Ben Bot toen de tijd. Marjolein, iets wat mij ook bezighoudt is dat debat hier in Nederland omtrent dat koloniaal verleden. Je hebt, als het gaat om transatlantische slavernij, heb je mensen die continu in de media zijn en hun mening geven over dat vraagstuk. Maar ook als het gaat om Indonesië. Is het zo dat dat debat wordt vertroebeld door een eenzijdige kijk wellicht op dat vraagstuk? Mensen die vooral voortkomen uit de nazaten van de mensen die aan de zijde van Nederland hebben gevochten wellicht. Kan je hierop reflecteren alsjeblieft? Ja, dat is inderdaad zo. En dat heeft ook te maken met het drielaags apartheidssysteem. Dus ik zal het zo zeggen, Indonesiërs in Nederland worden niet als groep gerepresenteerd. Ja. Dus voor heel veel mensen, zeker voor witte mensen die het verschil niet kennen tussen Indisch en Indonesisch, voor heel veel mensen is Indisch, dat is wat ze kennen van Indonesië. Ja. Maar Indisch, de mensen die in Nederland zijn en zich Indisch noemen, of Indo sommigen, maar die zijn hier omdat hun ouders, voorouders, die hogere status genoten in dat drielaagse apartheidssysteem. Ja. Die waren door hun vader erkend als zijnde, jullie zijn mijn kinderen. En vanaf dat moment genoten zij de hoogste status binnen dat systeem. En konden ze dus wel een bruine huid hebben, er Indonesisch uitzien. Dat kan, maar ze waren dus erkend. En dat is ook de reden dat heel veel, die hadden natuurlijk toch meer privileges in die maatschappij. En toen dus dat keuzemoment kwam, Indonesië werd onafhankelijk. Toen dachten zij natuurlijk, wij hebben helemaal geen zin om in onafhankelijk Republiek Indonesië te zijn en al onze privileges vallen daar weg. Want vanaf dat moment ging Indonesië natuurlijk alles gelijk trekken. Ja. En die zijn toen, velen van hen zijn toen hier terecht gekomen en die vormen die gemeenschap. Ja, dat is goed dat je dat verklaart, maar ik wil toch even naar hoe dan dat debat wordt vertroebeld, want daar gaat het om. Ja, want het is natuurlijk niet zo dat als je dan afstamt van die groep, dat je dan niet anticoloniaal zou kunnen spreken of denken. Ja. Alleen, het is wel zo, helaas in de praktijk, dat het wel vaak zo is dat een groot deel van die gemeenschap, ten eerste zijn zij natuurlijk niet de representanten van de onderdrukte groep. Die zijn zij gewoon niet, zoals ik dat ook niet. Ik kan ook niet spreken voor een Indonesiër. Ik ben een nazaat van een bezetter. Maar dus dat vertroebelt dat debat enorm. Want zij hebben dus verhalen over hoe mooi het voordat die Japanners kwamen, was het allemaal zo paradijselijk. En toen kwamen die vreselijke Japanners en moesten ze, heel zielig, in kampen werden ze opgesloten. En toen daarna werden die Indonesiërs zo boos op hun. Dus dat is een beetje heel gechargeerd gezegd het dominante verhaal. Ja, hoe dat in Nederland steeds Het wordt geromantiseerd, naar jouw idee. Ja, enerzijds de bezetting zelf wordt geromantiseerd en anderzijds wordt dus de Indonesiërs gecriminaliseerd voor het feit dat ze tegen die bezetting ingingen. Ja, is daarbij, ik ga nu even naar die Bersia-periode, waarin heel veel aanvallen op mensen die aan de zijde van Nederland stonden zijn uitgevoerd, namelijk met name door inlandse mensen. Ze wilden die mensen simpelweg uit hun land hebben. Ook veel gruwelijkheden naar die mensen toe zijn uitgevoerd. Dat is dat verhaal hier in Nederland, dat aan de zijde van de Indische mensen, hoe zal je dat zeggen, hoe zal ik het goed zeggen, niet kleeft, maar dat is hun verhaal. En dat is ze ook terecht, althans dat is ze ook overkomen. Dus terecht dat ze daarover praten, toch? Nou, dat vind ik dus niet, want... Nee? Maar waarom is hun leed dan minder dan het maar leed het van die... omgedraaid. Dus de verhouding wordt omgedraaid en het wordt ook enorm opgeblazen. Dus het blijkt ook, in de loop van de jaren werden steeds die slachtofferaantallen verhoogd. En er blijkt nu, dat onderzoek heeft dat dan nu gezegd van dat is helemaal niet zo. En ik had dat, er zijn al eerdere onderzoeken gedaan. Ik heb mijn scriptie in Leiden, mijn masterscriptie, heb ik geschreven over Bung Tomo. En ik ben nu bezig met een boek, een Nederlandstalig boek, over hem. Ja. En die was dus actief in die, wat de Nederlanders zeggen, Bersiap.
Maar Bersiap is één. Het is een Indonesisch woord. Ja. Wat Nederlanders of Indische Nederlanders hebben toegeëigend. En dat betekent? En dat betekent paraat staan. Ja. Klaarstaan. En zij zijn dat dus gaan gebruiken als de naam voor een periode. En er wordt vaak geschetst alsof het een soort een periode was die ja, een begin had en een eind had. En die dus alsof in die periode Nederlanders of de Britten niks deden. En dat is dus niet waar. Als je die periode gaat bestuderen, één, wat ik net al zei, die 350 jaar moet je natuurlijk meenemen. Maar twee, ook dus dat vanaf Nederlandse zijde heel veel provocaties waren, die dus ervoor zorgden dat Indonesiërs dachten, hé, maar ze gaan onze onafhankelijkheid met de voeten treden, we moeten wat doen. En het feit dat een, ja, volgens mij, ik denk Frans Fanon heeft dat ook heel mooi beschreven. Ik kan dat nu niet zo citeren, maar ja, Frans Fanon, de schrijver, Caribische schrijver, Verworpen in de Aarde. Ja, ja, die, ja dat, hij zegt ergens ook van, over dat dus als er dan gruwelijk antikoloniaal geweld ontstaat, hij zegt, wat hadden ze dan gedacht? Hè? Hadden ze dan, dus je wordt 350 jaar, word je met gruwelijk geweld, word je tot het laagste van je, in je eigen land, word je gewoon gedegradeerd. En, ja. En dan verwachten ze nou daadwerkelijk dat Indonesië dan zouden zeggen, nou ja, weet je wel, dus ik vind de, één, het is geen periode. Twee, Bersiap wordt, is een Indonesisch woord, wordt toegeëigend voor een Nederlandse agenda, want het is een Nederlands verhaal om te zeggen, waar twee vechten hebben twee schuld. Die Indonesiërs waren ook geen lievertjes. Ja. Moet je je voorstellen als dat zouden zeggen over de Duitsers? Dus die, dat we zouden zeggen, die, ja, die Nederlandse, ja, oké, die Duitsers waren misschien niet op hun plek, maar die Nederlandse verzetstrijders, dat waren geen lievertjes. Ja. Of die Joden waren geen, ja, dat zou je niet in je hoofd halen om dat te zeggen. Ja, maar Marjolein, dat klopt misschien wel wat je zegt, maar elk verhaal is ook heel persoonlijk. We kunnen toch niet ontkennen dat ook aan de Indische kant enorm veel pijn is en enorm veel leed. Ja, maar waarom op het menselijk niveau kunnen we daar toch over praten. Ja, maar dat staat in een politieke context. En dit wordt, waarom moet het altijd over hun leed gaan als ze vervolgens dat gebruiken om de Indonesiërs te bagatelliseren en het om te draaien? En om te doen alsof die Indonesiërs degene dat, waren. Dat gebeurt. Als dat gebeurt, dan is dat fout. Maar op menselijk niveau kan ik me er iets bij voorstellen dat ook over hun leed gesproken wordt. Nee, maar daar wordt, gaat het altijd over. En dat is het grote probleem ook van de Indonesiërs die ik dan hier in Nederland ken. Want ze zijn er natuurlijk wel. Jeffrey Pondag is er natuurlijk een hele uitgesproken persoon van, dus die de voorzitter van die KUKB. Maar iemand anders die mensen misschien zouden kunnen zoeken is Fitria Jelita, journaliste in Indonesië geboren en die woont nu hier, ze werkt nu voor nu.nl. Die volg haar, weet je, dan zullen mensen zien dat heel beledigend ook is voor hun als Indonesiërs om in Nederland steeds maar geconfronteerd te worden met de Bersiap, met jullie Indonesiërs. Kijk, als het zo zou zijn, als er daadwerkelijk een verhaal is waarin de verhoudingen duidelijk zijn, waarin dat apartheidssysteem bestaat en waarin dan een keer gezegd wordt, nou ja, het was wel heel heftig, want mijn oma werd ook. Maar die verhouding is precies andersom. Ja. Dus daarom vind ik zelf dat ik daar ook op mijn stukje dan, ik ben goed met schrijven, dus dat ik daar dan ook iets aan wil doen. Dat ik wil laten zien van hoe die verhoudingen dan waren. Ja. En dat we het niet moeten gaan omdraaien. Ja, oké. Tenslotte, want we lopen tegen het einde van deze uitzending. Die excuses, we hebben er net al over gehad, van koning Willem-Alexander. Hij is daar geweest. Was dat terecht, dat hij, ook al ging het volgens jou over slechts een gedeelte van die geschiedenis waar die excuses voor aanbood, maar is dat terecht? Is daarmee een afsluiting gekomen van een pijnlijke periode? Hoe moet ik daar naar kijken? Ja, voor mij, ik zal het zo zeggen, en mensen mogen het oneens zijn met mij hierover, maar ik ben dat echt gaan zien in de loop van de jaren dat ik hiermee bezig ben. Je had eerst, dus vanaf 2006, 2008, had dus die Jeffrey Pondag, kwam met zijn stichting KUKB, ging rechtszaken voeren tegen de staat, won die rechtszaken. 2011 was een historische uitspraak die over de hele wereld werd het nieuws bericht, dat weduwen, Indonesische weduwen in het dorp Rawakade hun zaak gewonnen hadden. Ja. En dat in mijn ogen heeft dat de Nederlandse staat, Den Haag, werden ze wel gealarmeerd.
Ze dachten, dit mag niet uit de hand lopen. En wat je ziet is dat ze vervolgens, kreeg je dus een aantal, niet lang daarna, na die uitspraak, gingen dus ook die historici denken van, oh, hier moeten we wat mee. En je zou kunnen zeggen, nou, dat is toch mooi. Maar wat ik vervolgens zie, is dat ze het gekaapt hebben en het verhaal dusdanig verdraaien dat het weer verzacht wordt en dat ook gewoon die Indonesische stem weer aan de kant wordt gezet. Dus toen kreeg je dat drie instituten, het KITLV, het NIOD, het NIMH, nieuw onderzoek wilden. Ze wilden, gingen om geld bedelen bij de overheid. Ja. Uiteindelijk werd toen het NIMH, dat dus valt onder het ministerie van Defensie, heeft toen een onderzoeker aangenomen, Remy Limpach. En die hebben ze aangenomen, het is echt bizar, ze hebben hem aangenomen, dat staat zelf in zijn boek, omdat hij de staat moest bijstaan in die claims die KUKB inbracht. Ja. Maar dan moest hij dus helpen, want die staat wil die claims niet. Hij moest dus in feite advies geven om die claims af te wijzen. Dus in de rechtszaal staat Remy Limpach aan de andere kant. Ja. Nou, okay, Limpach wordt dan vervolgens in de Nederlandse media door die instituten naar voren geschoven als iemand die ons het heeft laten inzien dat het toch wel heel gewelddadig was in die oorlog. Terwijl al die dossiers ingebracht door KUKB hadden de staat al lang doen inzien dat het helemaal foute boel was. Ja. En die man, Jeffrey, wordt dan, dat onderzoek wordt dan gepresenteerd, of de plannen werden toen gepresenteerd in 2017 in Amsterdam. En wie wordt er dan niet uitgenodigd? Jeffrey Pondach niet. Ja. Er zat geen enkele Indonesiër op dat podium. Okay. Terecht, niet terecht, die excuses, even kort. Ja, dus heel kort. Ja. Ik noem die weg, ja, omdat dus dit daar allemaal mee te maken heeft. Dus ik zeg, bouw de stelling. Ik heb ook hierover een pamflet geschreven trouwens, wat ik er niet uitgegeven krijg. Maar mijn stelling is deze, dat het onderzoek, de excuses, een manier zijn om verantwoordelijkheid te veinzen vanuit de overheid voor al dat geweld wat is gepleegd, maar niet om verantwoordelijkheid te nemen, want dat willen ze dus helemaal niet. Okay, en hiermee gaan we de uitzending besluiten, Marjolein. Die excuses zijn een manier om verantwoordelijkheid te veinzen en niet om verantwoordelijkheid te nemen. Dat mag je op je konto schrijven, want jij hebt het gezegd, Marjolein van Pagé. We gaan afsluiten, dames en heren. Dit was Marjolein van Pagé, historicus, zeer geïnteresseerd en schrijft veel over de Indonesische zaak. Dit was Traject, dames en heren. Mijn naam is Stuart Kenshuis. Tot de volgende keer. Dag. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.